Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland, maar boven Noord-Duitsland liggen wel wolkenvelden. En in de loop van de dag kunnen die het noorden van Nederland gaan bereiken. Zover is het nog niet. In eerste instantie dus vrij zonnig weer met lage temperaturen. Het vriest op de meeste plaatsen nog een hele poos licht. En pas in de middag komt de temperatuur in de buurt van het vriespunt. Maar er zijn plaatsen waar het kwikker niet boven komt... Bovendien krijgen we in het noorden te maken met langzaamaan toenemende bewolking. Op de meeste plaatsen is het nog wel droog, misschien dat er in de avond in het Waddengebied een enkele lichte sneeuwbui valt. Verder hebben we dan op meer plaatsen wat meer wolkenvelden, maar er blijft ook opklaring en het vriest al snel weer matig of licht. En in de nacht gaat het kwik verder dalen naar een matige vorst. Morgen blijft de temperatuur rond of net onder nul. Er kan een sneeuwbui vallen in het Waddengebied vooral en verder is het op de meeste plaatsen droog met nog altijd een snijdende noordoostenwind. En die wind houden we nog wel een beetje vast, hoewel het dinsdag wat rustiger wordt. En woensdag is het vaak wel weer zonnig. En de sneeuwbuien op de Watten nemen dan ook snel in activiteit af. Donderdag ook nog een winterdag met temperaturen onder nul en een gemene oostenwind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.